Hier lang wie het stil Roenom Henk de Jong. Maar nu trobreekt hij die stilte. En dat is geweldig, Nijs. Nice, want in Henk we trust. Mijn naam is Arine de Boer. En dit is de laatste Sportcast van dit seizoen. Maar het ophouden van Henk de Jong komt er een ein aan een, een t-trek van de populaire trainer Injaoud. Hij was in het seizoen 2012, 2013 interim trainer van Cambuur. De Jong was voor het kampioen in de eerste divisie. Nooit, hè. En we hadden er altijd in geloofd. Ik, ik had er echt in geloofd. Als assistent van Dwight Lodewegens, en letter, als H-trainer, voel Henk de jongen op vanwege zijn markante uitspraken. Als sportman is persoonlijk mijn in de grootste schande uit, uit, het, uit het Nederlandse sport ooit. In februari 2006 stapte de jongen op, na een periode op het hoogste niveau. Nadat de trainer weer bij de Graafschap, gong er in 2000 jochentje weer onder de slag, bij Kambuur. 2 pakt de Cambuur onder leiding van de Jong op een eindertitel in de Eerste Divisie. NEC-Cambuur-kampioen, kampioen, en dan krijgt hij de schaal. Henk de Jong, Eind 2021 werd duidelijk dat Henk de Jong een kiste in de holle heeft. Hij wat rest houden, en het wordt hok voor consequenties dit heeft. In januari 2022 zit de trainer weer op het trainingsveld. Het, het is zo lekker Geert. Hè? Het is wel lekker om van de week in de Kuipek en INOW-Vlies, oké, okay, dat jij bij voetbal. Maar ook daar wordt duidelijk dat Cambuur het, het seizoen, maar Henk de Jong net al maakt. Aron Simmer begint er toch weer vol vaasje van het nieuwe seizoen. Maar op 20 oktober werd bekend dat Henk de Jong definitief ophart. Nou, als je dan klachten hebt die hij heeft, euh, dan, 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 dan functioneert dat niet en dat hebben we dinsdag met elkaar aan de keukentafel bij Henk besproken en ja, daarvan hebben we de conclusie getrokken dat hebben we voor het seizoen met elkaar afgesproken dus gezamenlijk en dan is dit nu ook de gezamenlijke conclusie. Het moet nu stoppen. Ja, en de heren die zitten er alweer leer voor in deze allerlaatste podcast van dit seizoen. Git van Toen, Andor Faber en uw speciale gast. Ja, ja, wat ja. klapper, ja. Wat klapper. Ik, ik denk, wie, wie mag er dan komen toen zijn? Ja. Ja. ja, dus ik wil wel verbaasd het zelf? Ik ben ja. verbaasd niet aan mijn dus, ja. 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 ja, Fantastisch, ja. Dat, je ja. Uh, dat is de wist. Dat is je assist. Mogen we denken concluderen dat het eigenlijk wel heel goed met die Git. Ja, Git, onvoorstelbaar. Ja, zo so, uh, wie gewoon het einde van mijn carrière, net van mijn leven, maar wat van mijn carrière en van, van mijn werk, ik ging nooit weer werk gekend. Um, ja, en ik had gewoon gelokken dat ik trainen van Cambuur uh, en dat het landelijk bekend werd. Ja, toen kreeg ik hulp huh? en uh, een dokter, Jos Eikenboom, die, 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 die nam contact met mij op via LinkedIn. Dat had ik al eens verteld, maar via LinkedIn en, en ik dacht, nou, een dokter, niet meer bericht door. Hij zei, nou, mijn vrouw had een pinealis kiezen, ik een grutte. Het gaat om de grutte van een pinealis kiezen. Beneden de tol van millimeter, 1,2 centimeter, is het net gevaarlijk. Maar daarboven, waar. en ik hier 20 millimeter. En mijn vrouw had ik een pinealis kiezen, 20 millimeter. Dat wist hij net, dat ik, dat ik het hier. Dus hij verontschuldigde zich al. En ik vlieg een God in de lucht. Ik denk, ik ga iemand die me snapt. Eindelijk. Eindelijk had ik iemand die me snapt. En die wiet dat ik net te druk ga of hoe ben of wat dan ook. ik. ik ga gewoon les van dat grote ding wat op mijn eigen drukt en, um, en ik weet dat het een hele lastige operatie is, maar en toen ik dat, dat in gang zet dat ik hulp kreeg en dat ik naar die dokter koe en ja die dokter zei ja die, had, die, die, nee, en die zei ja nee dan gaan we opereren en er is no geen les meer nou ik, ik ben ik er nou nog opbouwen hè? dus maar ik ben al volle beter dan voor de, voor de operatie zo ik koop niks meer hè? ik sleep de uh, in het laatst, 20 van de vijf uur, moest ik slapen. Dus had ik vier minuten met iemand praten, dan moest ik slapen. Had ik in de auto een liedstukje, want ik kon wel auto rijden, maar had ik dan door uh, de B.M. riept en en de en dan moest ik eigenlijk terug, wist je wel? Samastecchenda, dan moesten we Ja, maar de tak omshot en nou weer hoopvol uit. Ja, die, 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 ik, ik ben gewoon gewoon weer normaal nu. En uh, ik ken hier gewoon zitten. Ik aan, ik moet aan even op de begrafenis van mijn buurman. Da ken ik gewoon heen. En, en dan ben ik net het leukste ding. He, maar ik hoef net aan naar bed. Nee. Uh, dus de machine, ik, ik ben mijn ik ben al 6, dan haak ik hetzelfde zin als jongens en het uur. Want ik sta prauw en dit. En, en dat hakk Ja. En ik ga juist en jij juist de hullen net, net één keer mee slept. Nul keer. Hoe is dat? Dat is, dat, dat is er net mee hoeft na te denken. van oh, Ik moet erom denken of ik moet erop op letten. Eerst dit best gewoon ver, uh, verbaasd. Aan dat. Dat, dat, ja, ik, ik denk hè, ik hoef niet meer te slapen. Was net leeuwen, leeuwen. En wie is meer? Ja. Oh, na die operatie, jeetje. Wist je ja. nou waarom? werd het ziekenhoes? Ja, zo, krijgst, als het opereer werd, zou ik. Want dan werd die hele achterkant die op zagen. Hè? En, en um, ja, dan ging ze in die hollen. En dan letten ze het hersenvocht eruit. Want dan krijg je en een, en een uh, uh, ruggenprik. En dan had je een, uh, een uh, algehele narcose. Want zo, dat, dat hersenvocht maatregelen uit. Omdat ze daar in knipping in. En, en, en dus dat gang, Dan krijg je eerst lucht in de hollen. Nou ja, die heb ik behoorlijk les van. Dan krijg je een liedse zwelling, zwelling in de hollen. Dan krijg je een liedse takje omdat het, omdat het knelt. En dus ik werd een hartstikke misselijk toen ik thuis weer naar Nijmegen kwam. En, uh, en toen kwam mijn hartslag ik naar beneden. Ja, de in dracht niet ziekenhuis En die zei ik, ja, maar hier doen we niks. Uh, dan mag ik maar weer om met ambulance naar, uh, naar Nijmegen. Nou ja, en dan komt ze aan het de infuus. Derde is rustig. Dat ben is hartstikke rustig. Daar zal je meestal met, met, met dit soort klachten wat nog volle erger dan Henk de Jong had. He, want zo, ik wist wel dat ik geen kanker hier. Ik hier alleen maar zo'n grot ding in de kop. Maar ik hier net kanker, daar zit meestal die heik nog, ja, zeggen, hersentumoren. He? Ja. Dus dit, dit wie voor hen een, een peuleschultje. <laughs> maar uh, maar ja, toen, en daarna knapte ik het op. Ja. Onvoorstelbaar. Maar we zullen het er aanzien wie het weiden goed hebben in deze uh, laatste podcast van het seizoen. En toen wisten we toch er alles om om Dijk een beetje op het gemak te stellen. Daarom zit Roelof over ik net bij. Ah, ja, daar ben ik zou benieuwd op. heer Fijner. Ik ben heer, vijder, heer zo. Goed, maar we hebben al die deze deze uitsturing sturing We gaan altijd een paar Stellingen. En dan is het altijd de uh, zaak om daar kwad antwoord op te Jan. En dan kunnen we de letter op waarom komen. Stellingen een voor jullie allemaal, En ik begin mooi, Geert. Geert, mooi Henk de Jong. Wie kan u net degradeert? Dat is weer zo'n. Vreselijke stelling. Dat is correct. De wie ons net degradeert. Als het dan een ja of een nee is, weet ik net. Oké, okay, Henk, ooit wil ik weer trainen bij Kambuur? Ooit. Ooit. De, ooit is uh, dat zo soort kennen. Oké, okay. Andor, Kambuur had komend seizoen twee trainers in dienst. Dat is vrede om problemen. Ja. <laughs> Henk, ik zou best bereid wijzen zijn om als assistent van Ulte te werken. Geert, ik had wel een moment dat ik dacht, Henk komt net mee weer waarom in de voetballerij. Ja, meerdere keren. En Henk als laatste, voetbal is toch alles wat er gebeurd is minder belangrijk worden? Nee. Nee? <laughs> nou lieg het belangrijk. Nog altijd? Ja? ja. ja ik ja. denk, Soens zit nou op je? Ah, nee, Soens, maar ik ben 38 jaar trainer. Ja. Dus, doe mij eens niet een uh, keer dit werkt niet meer doen. Natuurlijk, het wordt relatief. Jordiana Diana broeken verongelokken vroeger. Zo'n twintig jaar witmatsje. Ja. Zo'n twintig jaar. Toen dacht ik, toen ik trainde voor Snake. En uh, toen dacht ik, nou, nu maak ik me nooit maakt het meer nooit er weer druk om. Maar natuurlijk maakt het weer druk om. Want even letter bis we trainen en dan gebeuren we dingen. En dan maakt je je lekker druk als daarvoor. En ik ben nou ook ik alweer vergeten dat ik die operatie hoor had, hè? dat ik zo ik weer. He, en die ben nu fit no fit dat we zijn volle zin en energie en ik had zin om weer lekker in de voetballerij aan het slag te gaan. Ja, maar in maart best opereerd. Die operatie wie net zonder risico? Nee, die was net wat zonder... winnen de risico's? Nou ja, je kan invalide worden. Ze ik alles rijtje. toen wekken we zei ik aan hier in de kant eerst ik niks. He, maar als je kan van alles rijden, kan je ik het in. He, maar dat het weet eerst ik wat de dokter zei, Henk, Er zit wel een risico aan. Hoe ja. Nou ja, Hoe om? In die stemmen vooral in die dagen na je operatie daar, wie, wie is er heel bot mij mijn wandels? Nee, want ik zie gewoon geen leven meer. He, als je de hele dag sliepst en, en de rest kerst eigenlijk niks. He. En wat ik kon he. ik in prikkelt zag. Ik kon ik net eh had een panne een best het eten zien en dan hier al uh, ik kon net in drok erom, rond ik kon net in een restaurant zitten ik ik hoor eigenlijk niks meer dus ik heb geen keuze dus uh... dan neemst alles op een keer tafel, hoe vol ah. de operatie eigenlijk is ja maar toen ik ze zie ik weer uh, na de operatie dan ja dan ik doodgaan maar ik, dat is wel heel raar wat steeds. maar ik denk net zeuren. net zeuren. gewoon medaille aan ouw je wat, wat er gebeurde uh, geloof in, in, uh, in, 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 in uh, de doktoren huh? en, en dan en dan shock het wel ja, maar wie is ik benauwd om die te gaan nee net een moment Nee, had ik had net toen toch. Ik denk, nee, ja, het kan wel. Maar ik denk, nee, ik moet net zeuren. Diana is erbij, de band is erbij. Net zeuren is dus Membi erbij, dat meisje. Ja, dan ook een want het is een en dan krijg ik een ziekenhoeslijn, want ze had zeker meer wie. En de klokken weer beter, better, ze is juist we Maar Maar uh, uh, heeft Membi erbij. En toen moest ik naar de ziekenhuis in draag ik denk, ja, niks, niks Nee, Maar hoe ik dan bijvoorbeeld, dat allerlaatste moment van de operatie. Want ja, dan, ik neem hoor, dat is een vrij intiem moment, maar die. Met die uh, uh, die die geliefde alliant bij mij. Ja, bijde. ik weer mooi met Diana en Dij van de Vorderen Hennegang. Uh, ja, en dan, dan bepraast dat eventjes. En, 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 en zo weer, je erop helemaal voorbereid. En Diana had me mooi binnengebracht. En, en die had me tot aan het doorbracht waar die Vercouver kreeg. Ze heeft Ik zei: Doe lieve. En, uh, en zag gaat dat. En, uh, en dan komt de dokter in bij me, die vond het mooi. Die begint te denken hoe dat kan ben een Oh ja. komt kom speciaal in Bimbi. Je voelt helemaal in de kut. Ik moet toch <laughs> even met je praten. En, uh, ik dacht dat nog? <laughs> ja. Nee, machtig. Leuke vent. Leuke vent. En, uh, en toen, toen had ik nog aan hem vreken. Want ze woonden eerst een soort pizzapuntje uit die te halen, hè? Maar Ik zei, het zo mooi zijn dat je hem helemaal tromit knippen. En beide kanten. Want dan is er voort. En dan kan het hersenvocht ik weer terug. Nou, en daar had ik die in. Want hij is nou helemaal voort, of Want hij is in twaanknip, knipt, dus er zit nog wel wat, maar dat kind niet ja, meer... Ja, die zietkanten die, uh, uh, die flutteren nog wat, zeg maar zeggen, maar dat middelste stuk is helemaal voortknipt. Eh? Want als je die zietkanten die ben vergroeid, maar die, seed, die ben vergroeid met ook aan het der, zeg maar zeggen, die, die zenuw van één, dat erin groeit. Dus als ze dat losloeken, dan krijg je een hersenbloeding. Oh, ja. eh? dus, dus dat maakt gewoon zittenbloed. En er is geen risico dat het weer ongekoren groeien kan? Dat lijkt er net op, ik denk het net. Maar ik denk dat dit van jouw jongs al begonnen is te groeien. Ik ben van die kiestjes die beginnen als band en die groeien gewoon terug. En ik had er achter hier een les van. Alleen toen in december, 2023, weet van mij, na 1-7 in het wat traai de daaruit, die teasers, toen is dat. Ja, ik ben trots dat erin bij burger, maar ik denk misschien komt het tot het hoogteverschil. Ja. Dat het daar begon te werken, serieus. Ja, ja, ja. Hè? En toen weer natuurlijk <coughs> in de war. Ja. En toen ben je die. die dat wat ik eerst hier naar de graafschap, dat, dat was dubbelzeg onderwijs. Dat ik steeds naar die brillen jongens gang in drachten. Anton en Gerjaan. Ja, maar wat werd een orensterkte. Ja, ik maak een orensterkte. Nee, zijn die jongens dat, dat hoort net. Want die negen ben goer. Ik denk, hè, hoe kan dat nou? Dus toen had het al spelen. Ja. Toen hik ik er net zo'n bord les van. En toen ben je ik erin om te praten. Ja, maar het werd heel iets slimmer. Het iets slimmer. Op een, een gegeven moment kiest ik niet meer functioneren. Ik, ik, zo, en toen ging ik eerst naar een dokter en de bin, die pinealis kiesten, er werd door sommige doktoren dat die geen klachten houden, maar dat had met de te maken. En toen zei ze, ja, de kerel aan het werk, nou, ik denk, ging, aan het werk. dan huh? ja, <laughs> nou kijk ik, ik ben het werk dat, doktoren dat zei ze. En uh, ja, toen koord net. En toen had ik to, voor Goats Eagles. Die wedstrijd speelde ik een 0-0. En toen zei ik al: dat is een goede prestatie. Want go ahead, uit, 0 0 speel je. Ik vond go ahead een goede ploeg. De vorige PSV won. Um, maar daarvoor, de jongen, daarvoor, ben ik in het hotel, in, a, in de liftgang. En toen ben ik een die ik geweest. En, en dat wie eigenlijk een van de momenten dat ik dacht: oeh, heng nog iets. Al de verkeerde kant op. En toen ging mijn kracht ik voor. En dat haai je me ook ommerken. Want joh, bij flan van Vitesse, dat ken ik een keer: 0 draaien. Maar toen wie mijn kracht op. Dat je eigenlijk ook gebeurd in die jongen derby go ahead. Dacht, hè, Daar ben ik je niet vertel. Bij die is te graderd dingen. Nou, ja, ik, nou, Vitesse. Ik woon het meer. Nee. Ik moest met mijn praten. Ik, nee. hem, eh, ik Dan moest je net zoals op het normale in. plak praten. Nee, maar en, en dan we moest iedereen wat binnen en, en ik moest er in het oren faxen En ik stier op het field. En dan moest van dat field al komen. Hij is als oskop. Misschien wist het net meer. Maar daar, daar kwam het eigenlijk van. op wel. Weet ik niks meer van. En dan moesten, de, moesten we de, tussen de flightcases en de kabels. werd ESPN aan het oproepen. Wie het gewoon moest. op het meest onlogische plak om een interview te maken. Ja, maar zeker. Daar werd rustig. En ik wou gewoon rustig mijn praten. En ik wist, dit last keer. Hoe raar dit klinkt. Dit is de laatste keer, Want ik kon het uh, net meer, opbrengen. Het wie niet een keer het knapt. Van zelf wie het dat moment al zei van dit is de laatste keer, want toen hie het nog net met mijn maar nee, aard, Nee, maar toen hie ik van Michel dit is de laatste keer. Want uh, na nou, een go-ahead Dacht ik, nou, nou ben ik, nou ben ik te ben de kwijt. Ja. Dat is net best, hoor. Dat je in een hotel bent en dat je erom struinen, de meestal denken, wat denk ik wel Maar dan heb ik cool. net niet eens wit. Nee, 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 nee. He, en, en uh, toen dacht ik, nou. En ik word vermoeider. Ik word vermoeider. En een wedstrijdje in Vitesse dat vergt een hoop. Ja. He? En um, we dienen best wel goed op top. Maar wat stonden viertjes Om de of zo? To, 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 Ja, zo, ja. Dus we, Nee, omstandigheden, maar ik wist wat het steeds zal zijn. Het wordt een moeilijk seizoen. We zijn gewoon weer een degradatiekandidaat. We winnen gewoon weer een degradatiekandidaat. Daar kan voeken niks aan. Die ken kan oor niks aan. De er is weinig geld. We hebben goede gesprekken met de spelers, maar je wist: het wordt weer een moeilijk jaar. Nou ja. Alles mag kloppen bij Cambuur. En uiteindelijk had he, dat het niet, want uh, dat seizoen, wie je de hoogste notering ooit in de club schiet. Ja, het Maar je natuurlijk niks meer in. Toen rijden. ik het kreeg, uh, eigenlijk ben, ben ik de schuldige, maar de dingen in mijn kan. <laughs> ja, bij Cambuur Geert, dat weet je maar en andere, maar doe ik, hè, doe ik zuster, ik was. Uh, maar alles kloppen. Ja. Dus uh, van directie, Night trainen, staf, spelers. Uh, alles eromheen, uw supporters, dat, he, die mij best kritisch zijn, maar die stin achter ons, dat weten we. En alles klopte. We gingen twaalf traaien bij uh, NEC. We stonden op Europees voetbal. He, daar gingen we, we gewoon, net we misschien niet Europees spelen, maar we gingen wel na competitie halen. Ja, ja, dat gingen we halen. We gingen in de winterstap stap 28 punten, man. Ja. Heren had het helemaal 41 of zo. He, dus, dus we gingen dat halen. Dus ik, dan val je voort. En dan valt een puzzelstukje voor het wat belangrijk is. En ik weet voor dat ik net de belangrijkste ben. Maar het geheel. Hè, dat, het is een puzzel, mijn stukjes en het geheel. En er valt een heel belangrijk stukje. En dan is Lietse Club. Qua financiën, qua alles, het mat mm. En Dat is jammer, geweest. Dat is jammer, geweest. Ik denk dat we dan nog, nog in de Eredivisie spelen spelen. Ja, hè? Ja. Dus dat is dit ex van. mijn Henk, wie net degradeert? Oh, dat, dat, ik had toen Noor. Nou ja, december de, 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 vorig seizoen. He, dat, we, dat we toen voortvallen binnen, ah, dat is klotenvest voor alles. He, maar toen gingen we het precies goed. Ik met Jim, alles klopte. He, want ik, de pers is belangrijk. Dat ik heb op een goede manier met jongen. Benen, dat ik weet er wat ik Jim wist niet wat we dienen. Ik vertelde hem ik was ding. He. En dat mag dan nooit weer. Nee. Dus alles klopte. En, en dan valt het niet een keer rutelkwan ah, zonder west. En daar hadden de jongens, de spielers, ik wel aan, jongen en de trainers. He, dat, dat, dat het jammerwest is. Ja. Ja. Nou ja, sc ja, ja Absoluut. Want uiteindelijk uh, hoort Strijk erop. Dan komt ze weer, weer om. En dan moest ze west stoppen. En dan de derde keer is het echt definitief. Als je ik ben er weer rondkomen Omdat ik denk, ik, uh, ik ja, dan moet ze een nieuwe trainer stellen. Hoop je ook. Ik ging er wel bij zitten. Dan kennen die jongens het waan. We hebben een paar punten nodig. He. 28. Dan heb 30. Maar ja, dat werd een moeizaam natuurlijk. En toen moest ik west stoppen. En um, daarna zei de dokter gewoon, Henk, doe maar eens gewoon weer aan het werk. Uh, controle, laat ze ik, maar ze gewoon weer aan het werk. Ja, en dan kan ik ze dat ik net aan het werk ben, maar ik het gewoon weer aan het werk. Maar <laughs> nou, vonden ze toen op dat moment in de Simmerstap zelf ik dat het koer? Ehm, um, ik de trainingskamp op aanbeland. Pak, pak dat eens op, Daar ben je, bij ja, in... de BMW. Ja, de dus. BMW. Ja, ik denk ik moet weer uh, opbouwen. Hè? Dus ik ga nu een Jelle hier uh, eigenlijk net volle Ik moet opbouwen. Maar toen vernam ik zijn nou, moest ik wel even sleepen. Uh, maar ik denk, dat nou, het is, dan, dan komt dat wel weer. En, uh, maar als ik, de, je. Maar Fortuna zit dat uit. Hè? Hoe we dat coachen, en hoe we dingen verhoren en hoe we jou winnen. En die kracht in de BLG. En, en, maar dat, dat heb je voort. Dat heb je voort. En toen kreeg ik dat ik in zie in, in het stadion. Ik denk, ik, ik, ja? Maar, ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is een train wel lekker. En dan koek ik mijn gas aan. En dan zei ik, jongens, ik kan eventjes uh, bij deze en bij die en bij die. Dan kan ik even lezen dus die een bed in het kamburstadion? Nee, banken. Een bankje. Ja, een bankje. Een bankje. <coughs> Helemaal boven op een tweede verjipping. Uh... Ja, ik kan <tons> wel daar eens wel en wel horen Ik Denk net ik hoop dat door net dat doorript een keer. Maar het wie maar mien ding. Net om jezelf ja? Maar gewoon ik wil Cambuur dat maakt goed. Dat is dat is Cambuur is, ja. is voor je voor familie. En, en dat maakt goed. Dat wie het in je is te Dat maakt goed. Dat ja, en dan klopt. komt uiteindelijk moet je dan toch weer de beslissing nemen van jong is het, het gewoon net de derde keer eigenlijk en dan moet je definitief stoppen. Ja. En dat, dat weer heel vervelend, maar ik een, een opluchting. En daarna ja, verergerde mijn situatie ik voelde dus ik kan op adrenaline hakken uh, een stuk dienen. En toen dat voelde, ja, werd eigenlijk alles minder. Ja. Dus, is dus en dan kist daar helemaal niks. Nee, ik ken niks en, en ik, ga, nee, het ik kan niet nooit nee, ik kan nooit voor een keukenkast. Ik, ik kon me concentreren. En het, mijn broer hierde ik trouwens, En toen zei hij, hè, ik mijn Egypte René. En, en uh, nou, ik zei, ik neem alleen mijn Egypte. Ik heb wel wat sleep in het vliegtuig. Maar toen weer een week bij Hij zei, hè, Dat is net normaal. Doe slaapsgongen, gewoon, slaap gewoon altijd. Ja, maar ik kiette zo'n ding met terug. Ik zei, ja, dit, dit is op dit moment mijn leven. Slepen. Ja. ja. En Hester een soort, uh, want ze zei ze wel, als de voetballerreis is vrij hut. Maar hij is het een soort reacties uit? je normaal hè? Ja? net normaal. Ja, van alle clubs van supportersverenigingen, uh, supporters individueel, meestal die voor het doorstien. Uh, ja, dat, dat was net leuk. Ja, ik, ik ken het ISC van wie net. Echt, echt mooi. Echt ja. Ik van Jurgen Klop, die ik. Ja, Jurgen Klop. Ze zien het vaak hoe Han mij uh, Pepijnlijnders en hij. Dat, ja. dat, Zat ik binnen dat ik misschien wel wat liedje op Jurgen Klop dat dat hij, hij hem vertelt hè? Want ik kies zie in spelen, maar ik kan maar ik kan ja. weer of de graafschap graafschap denk ik, denk ik. ja, nou, bij NEC. Ja. ja, nou ja, en toen jij het best moeilijk, maar toen kwam ik wel voor hem op hè? en en maar ik hoe wij over voetbal tinken en, uh... Alleen nog niet Duits is dramatisch, maar vierde. Nu... Nee, ik praat ik gewoon Duits. Oh, ik ja, Duits. Ja, Engels. <laughs> Engels. En sinds je kiesten eruit, is dus hak, hak ik Spaans. Ja. Uh, ja. ja, dat ja. pas <laughs> Samen kam. Ja, samen. Ja. samen, ja, samen ja. trekken. Samen trekken en dan, <laughs> ja. dan praat ik Spaans. <laughs> nee, maar wel leuk dat ze man. Ik krijg niet een, keer een berichtje he, van uh, Linders en, en Jurgen Klopp die spreekt met haar. Geweldig bericht trouwens. Ja, ja hij had een geschenlet, ja. normaal toch? Geweldig. Ja. 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 Ja, maar, maar dat is een van de weinigen. Er ben al jaren unieke in ja dan ga ik Henk Gems op visite en dan komt hij en, en yeah, ja, ja, leuke ding ik, ik weet het niet zo meer en nee. Blom en Fruitman, dus in Drachen, die dragen die goed verkocht. want dit zit waarom hou je de bestellen hè? ja ja maar goed Dobist bis nou weer nog net hier dol de orde maar het gaat echt weer heel goed de goede kant op ja so en, en uh, het gaat echt top het is, ja. het, is, het is beter dan voor het tijd alleen uh, ja, ik weet vorige week ik hem bij de controle laat en dan wist hoe ik binnen ja ik wil wel los en hij zei, Henk het mij net hij moet er weer twee maanden lean dat ik opereer bij Namibholle, hij zei dono eerst bouw nu op doe kerst nog net westapje, nee hè, dus nee dat, dat vind niet. ik zelf ook niet. Nee, dat Als ik, ik niet, wat ik nou begin, dan maak ik droog, ja, hè, dus, uh, dan net om van, nou ja, het is natuurlijk een ontdekking gebeurd, dat, dat is toch uh, ja we ophouden moestest, ja. dingste dan nou net om van ja stel dat, of... nee, nee, maar <laughs> in maar dat denk ik net aan, maar ik ga gewoon mm. dat was zo ik word net weg, dat ken ik net maatje ten opzichte van de club waar ik dan trainer ben. Uh, maar ik denk dat opzichte van mezelf en mijn gezin. Dan, dan, ja. dan wil je ook keur. En, ja. en ik wil eigenlijk net ook goed. ik wil werken. Dus 1 september is nou een beetje de deadline van uh, totaal fit en alles weer klaar? Ja, maar waar ik heen werk je. Dus ja. ik, uh, ik ga een hulpplan, mijn kring van de... Het is de arts van Cambuur, die is in bescheiden op mij net. Dus mm -hmm. dat is wel humor. <laughs> <laughs> en normaal zou je zeggen, nou, ik ga aan het werk, maar die man die past echt goed op me. Dus... Uh, uh, en dan ging ik met mijn arts uh, zitten. Van weekend kan een met Jan praten, hoe dingetjes. En nou, uh, mijn arts zetten wat ik eerst aan kennen. Ja. de commerciële dingen. Ja, dat ja. hebben wij aard uh, vregen. En uh, toen zei Art van nou ja, hij zit nou nog in de ziektewet, maar wij overwegen om hem in te zetten op de commerciële afdeling. <laughs> maar ik toch de Gofferdoor naar weer de advertentie verkeerd, maar, nee, nee. maar dat heb ik niet in. Maar dat een sectie bij FC Greens. Oh, <laughs> ik ga van de weekend moest naar een feestje van, uh, van Orange Gas en uh, van Marcel Borger. dat bedoelde, dat is de hoofdsponsor. Dat had ik bij Cambus toen. Maar... Dat trof ik, ik bij die jongens die, die elke dag verkepen. Je ja, bent cowboys. Ik zei, jullie zijn cowboys man. Hoe jullie dat doen? Ik ben kunstenaars in het verkepen van, um, ja, van, 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 van boeken, waar reclame ik kom van komt. En dan is er net een seconde geloggelijk van het. Nee jongen. Nee. Dus ik zei, nee, op een game zei ik, maar ik, zei, ik ben Henk die jong. Uh, de, Henk de jongen, ja, ik zei ja, ja, ja. Nou doen we het één keer, maar niet weer bellen. Ja. <laughs> dan heb ik werd een advertentie verkocht, dat denk ik, dan ben ik de hele duimen Ja, nou, goed. dan ben je pas dat, echt gelokkig. Dat maar, wil ik hier zei denk ik pas echt gelukkig op het veld. Dan mag het op veld. Ja, en maar dat, dat komt, wel. hè. Maar ik ja, zei, ja, die contract erin trog, Henk. Ik kan een contract. Die contract, ja, dat erin trog, dat 1 juli 2024. Ja, dat ik goed informeerd ben. Ik kan dan niet je contract. Maar hier is een eenzijdige optie. Ja. Die hers ligt, ja die hak ligt uiteraard. Dat maakte ik, want dat ik het net door. Dan zei u, u zit van leeg hand. En zei de UBV, ja, duw was contract en dan zei, dan krijg ik geen uitkering. En bij bekambuur dan krijg je net financieel onafhankelijk. Dus dat maakte even hoor. Nee, nee. nee, maar dan, maar, maar, maar ik snap wel een beetje werm uit, uit de graven zouden die denken, ja, we weten dat er al die en dus leer ik dat eerst maar zeggen. maar ja, kom op. De kist nee, ook wel in, dus die Ruben, die zoon zit, is, is Taijé like gewoon een scouting. Ja, ja. Je zit er verdoord die balken voor een tafel en dan, dan zit je er in de scouting. Ja, nee, maar de dok, ik kan, ik kan van de week een beetje zitten en uh, dus, dus begin ik in de scouting. Ja. Maar ik heb multi multi -culti. Ja. <laughs> dat is dat. Ja, alles. dat, dat ik dat heb van alles. Vier dat commerciële man. Wat, ja, nee, maar, ja, ik, maar ik, ik snap jongen. dat. Ik snap dat. Dat zei het, want ik wil nee, als dat Henk ergens komt dan je nee, warnen ja, je dan ik, ik, ze Ik heb het praat maar van de rier van commissaris die zei: ja jongen, maar als wij Henk de jongen erop iets sturen om een andere business hier te verkeer in de Lul die Crackle dat langs hem binnen had. Voor u is het niet onbelangrijk. Ja, daar is ik weer een punt. Maar, ja nee maar je, ik ben 38 niet trainer ik mag alweer ja, veel dan moest dan moest in de dus. voetbal ik ging ja. in de voetbal maar kersnet gewoon omdat het natuurlijk ja het, het had een hele roerige periode west sta gewoon we waarom komen beginnen mij een man die het op het veld en beginnen ze twee dagen op het veld en ze sta gewoon wat opbouwen want ja, ja. geliekt haar en hoe, trainen hoe, dat is wel echt dat, dat ik nou ja, wist hoe dat is hoe dan, dat hoogt hoogt is, hoogt 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 dan de verhouding... Uh, om even man en paard te noemen, een ulte Henk de jong daar wil ik het hè. Der, dat is het deel 12. Ik hebt dat, is dat ik daar nog niks over zei, mag. Nee, nee. Ja, we, ja, ah, je, je, ja, dek, ja ik, ik krijg, ja, krijg. er wel binnen. Ja, ik ga er wel binnen, ja, Want, ja, want ja. We, ik zei al een keer van: dit is de laatste podcast van het seizoen en uh, Henk, misschien volgt het de podcast. We hebben ja. een eigen <laughs> opiniepeiler. <laughs> Dan oh, hebben we verslagjouwen en want we willen natuurlijk graag weten van hoe valt de sportkaart in uw provincie Friesland. Ja. Vooral ik in de zuidwesthoek. Ja. Want ja, Geert twaalf, <laughs> niet. ik, ik, had, ik, had, ja, ik het heb, ja, ik heb per week alleen iets over de zuidwesthoekers zwemmen wat natuurlijk net persoonlijk al west. Maar ja, ze kennen daar niet kaatsen, Henk. Nee, ze oh, kennen oh, daar niet nee. Geen <laughs> net. Maar we gaan gewoon kaatsclub, maar vroeger wonen. Vroeger hè? Zo. So. Waar iepen het keerstation vroeger? Flip Soulsma. Ja. En Johan van Seist. ja. En, van en Rijn Verdenda. Rijn We ja, gevoerd. Rijn, 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 Rij, de de, de Boedspartij voor vraag ja, voor, voor top prachtig. Een eigen opiniepijp. Dat is heel de Ja, gelukkig. En die onderzieken dus hoe populair de sportcast is. En die sturen we dan altijd bij een bepaalde vraag op paard. En dan kunnen we daar letter weer uw eigen Fadio met van. Even Shane. Op dit briefje staan de vier presentatoren van de sportcast. Als u zo deze koppen bekijkt, wat denkt u? Op het moment dat ze gedronken hebben, wie wordt dan het meest handtastelijk? Ik denk Roelof. Roelof. Uh, roelof Ja, roelof. ja nee, geen twijfel. Nee. Altijd schalen. Ja, die schalen. Nee, die nee, die, ja, die ja, Roelof. Allemaal roelof, hè? Oké. Okay. Ik denk roelof. Roelof? Ja, dat denk ik. We, we hebben serieën dat op. Nou, hij lacht zo uh, vrolijk. denk, is zit meer achter. Oh ja. Ja, denk ik. Het is het die, nou, die hebben wel een beetje een vurig uh, gezicht. Als hij is van ja, <laughs> dacht ik. Een vurig gezicht? Ja, nou, een beetje feler, beetje wist je dat? Oh ja. Oh, nou goede vraag. Dank je. Ik denk, ik denk Geert. Ja, hè? Ja. Ik denk die aanpak. Oké. Okay. Ja, <laughs> oké. Okay. Andor vindt het oh. zelfs fantastisch. <laughs> nou, ik, ja, die horen traaien weer. Komt omdat ze wat vertrouwd binnen <laughs> dat ze ken oh. van, uh, van televisie? Die oh, Andor ja. ken ik niet, maar dat, oh, dat niet. denk ik. ja. No, yeah. <laughs> Ja. nou ja, we Bim, 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 die is er weer. Nou, die andere ken ik net. Dat wordt het net lang meer. Dat is ook nou, nee, zo... vaker nog met nee, de Sportkamer. Nee, dus dat is nee. de Rising Star de van Friesland. Ja, is het ook wat handtastelijk? Zeker. Henkel valt mooi. Nee. Ik had er net dat verloren bij de operatie. Ik kom het door de kiezer? Ja, goed zo, maar goed. Uh, maar goed. We hienst de kelder. Ja, deel 2. Commerciële zaken, daar hebben we dadelijk wel reams. Dat uh, is niks voor dij. Nee. Nee. Dat ja, maar... Weer... Ah, weer... nee. Maar, er kies... Stadium, maar er het is eigenlijk wel. Je moet meer laten praten. het stadion met troop en leuke kies... dingen. Ja, maar ik heb ze alleen met die jongens op een paard Dus zo. een beetje, beetje makkelijker. Ja, maar dat ook ik. Werd het nou omgekeerd, er moet een goede selectie geest worden. Ja. Dat valt niet mee, want er moet een hele proton oornhelm worden. Ja. Uh, en er moet weer elan in die club komen. Want Henk, het, is, het zit gewoon niet lekker bij Cambuur op het ogenblik. Ik bedoel, er is een directie. Daar zei Gerold van der Bel, ja, maar ik niet meer. Ik doe stadion. Die is dus bezig met zijn afscheidstoernooi. En wie afscheidstoernooi die zit hier al verst. dan ben je al weg, hè. Dus die doet dat stadion nog. Merk geen mens ervan. Dan hebben we Arte Graaf. Hij krijgt salarisverhoging, heb ik in de stekkersjoen. Ik gun het hem van harte. Maar er komt ook nog een keer een oordirectielid bij. Op een zit er, er een derde directielid. Wordt benoemd. Mijn oren worden, Ik vind dat het allemaal nogal wat... En dan komen we op de trainer. Waarvan ik denk dat hij te min... De spelers, Ruitje kent. dienkracht. kracht. Spelers op het goede plak zetten. Ik ga straks ook kritiek op die hoor. Maar spelers op het goede plak zetten. En tot ultieme prestaties uh, uh, motiveren. Dat mis kan Dus eigenlijk, wat er een, in, mijn, in mijn idee. een constructiefond werd uh, in een stoel. in die eerste selectie. Een belangrijke rol En ik ben benijd, zou dat just. Wat heb ik een ongelooflijk lange tijd nodig om vragen vraag te stellen? Dat is een lere kaf. Ja, ben je echt vurig, hè? Ja, maar dit wil ik toch even aan die voorlezen. Ja, dus zou het zitten om mij, George, wil om dat elftal te bouwen. Ja, en ik, te ik wil altijd samenwerken, alleen op dit moment is dat net mogelijk. En ik weet, en ik kan begrippen dat, Charles uh, dat hij zei: ik, ik ben gewoon de trainer. Zo, maar dat ik ben, komt het, ja, werd het voor al je roos. Dus ik ken begrijpen hartstikke goed van Charles dus ja, dat zei ja daar zit ik net op te wachten. Nee, maar 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 uh, zijn minpunten, ben pluspunten. En Sassil omgekeerd ik wat wijs. Je kunt toch reageren, werkje. Git het dan om, ja waar git het om, git het om mannetjes, git het om. Weet je, ik niet. Kom op die club. Die, maar, ja, ik ben voor de club. Ik ben voor, nou, ben ik ben, voor de ik club. Ik voor de club. Ja, maar er en, uh, zit er straks een geweldig stadion. Ja, maar in en, nou en, uh, en de spiritje in het zijn jonge FC Utrecht. Nou gezellig. Nee, maar ik ik ben altijd voor samenwerking. He, en uh, Alleen ik ben nu nog net fit, dus het is in net aan de orde. Dat 1 september, maar maar zo, ik ben 1 september 1 best fit. Ja, maar ik ben voor die club en ik, dat stadion had vol. Er We moet, uh, moet weer spektakel komen. Het maat een avondje ja. kambuur zijn, ja, dat, dat, ja. dat vind ik mooi. Maar hoe was dat hij die invloed op u toe? Van je dan? Nou, dat is op, ik op is dit moment. Dat is op nou? dit moment ken ik daar nou net vol hoe ze Maar dat mag ik begrijpen, want ja, ik ben dan net fit. Ik maak nou eerst dat traject van fit worden. He, dat begint nou. Ik ga ik in de Ik nog een weekje vakantie gekregen van, uh, van de directie. En dan begint mijn uh, reintegratie. En, en dan zie ik in september wel hoe het, hoe het komt. Ja, ja, maar, maar we hebben natuurlijk maar, we, we, we hadden het er ik wil mijn ULT hoe Want dit is natuurlijk iets. Ja dat dat shock je onkom. De oranje zeggen we daar weer vaker. Um, ULT die had Ik wil onyo van nou ja ik soort prima fine als Henkens inderdaad nou ja, een maandje of eens een paar dagen uh, op het veld komt en. Uh, sta, sta er gewoon weer wat waarom komt. Dus, ja, ja, ik, ja ik, 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 ik denk dat uh, als Jos naar de persoon dat we perfect beeld kunnen pakken. Dat heeft hem ik tipt als trainer. Nee, we, nee, hem... ik had chenem zijn dat zijn. Ge... dat had ik ontslaan nee nee nee. Nee. Ja? nee 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 dan ik had don zijn nou misschien ben je in de toekomst wel een volger van mij in de toekomst Precies. hè ja. ik net trok het zo snel ja. weer en hoe de letter weer die ontslaan trouwens hè ja ja <laughs> maar dat <laughs> weet je gewoon hoe je erin. Ja? dus dus dat <laughs> weer ik ga hem nooit net tip ja nee. nee maar de laatste nee, week ben er nergens met mij bemoeid net nee maar toen toen dat hij het haast tot chenem zijn van nou ja ik ik check in die nee maar werd het bij om henk is ik in de vernieuwde al in september fit bist dat er een is die het een impuls nodig had om dat zo gauw mogelijk weer naar die eerder visie want er zit een prachtig stadion. maar dat is aan de directieke. dat ken ik nogal zo ik ben gewoon werknemer uh, die nu in de ziektewet zit die beter werumat uh, die denkt kwaliteit naar de kwaliteit mist uh, uh, woze dekken broek van ja. op wat voor manier uh, en ze net als ik fit ben uh, dan ken ik ik naar een oren club hoe raar het dat klinkt ja, he? want dan komt salaris ja. vrij He, en dan kan Cambuur daar weer dingen mee doen. Dus dat snap ik, ik. Ja. Zo simpel is het. Uh, ik zit daar helemaal niet moeilijk in. Nee. Maar de ik situatie... ben een moeilijk mee nou, Ik ben nee. een meisje die altijd samenwerkt. Ik ken met niet samenwerken. Nee, dat snap ik. Um, maar uh, liet het goed als het uh, uh, meest te zeggen van uh, Henk de Jong, wat uh, bij Cambuur zist Sisto, ik iets in die gaf Van, ja, Cambuur is eigenlijk toch ik wel mijn club. Ja, natuurlijk is dat mijn club. Dat, 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 dat is de machtige club, man. Dat je, dat, <laughs> als je dat trainer bent, of gewoon een onderdeel van het meisje, dat is iets unieks. Ja. Ik vind kamper uniek. En ik weer en naar beneden. Gingen. Natuurlijk is er kritiek. Maar hij is keurige ik nog. Hè? Er is Woes Ward, maar oren. Stadion Stekker de boek in de Vek. Gaan we net zoen. Uh, maar dat is tagliek eigenlijk ook wel Henk. Want ik, ik wil net weer een situatie. Nou, hij kan weer zeggen Dat is zijn uh, die al me eerder Maar de gelatenheid die in de totale breedte herkenbaar was binnen de club bij de supporters. Vond ik minstens zorgwekkend, eerlijk zijn. Dat ben die, maar dat kan, ik Maar ik ken die woon voor begrippen. Ja, want, Jo. Ja. Ik ken het net al zozeer. Maar. Vuur erin wist he? en net, ja, de net de boel boel kapot, meisje. Dat doe ze net he? en ik en de jongens nee, de dat had... is fijn hoor. Dat is dat, dat, is ben, mooi. Ben, dat vind ik echt waar. is vooral al gaanal, gebeurt, natuurlijk. Nooi Sportclub Jerry En en er is net van niks een verbod van de burgemeester uitvaardigen dat u het net meer Wolkom binnen. Ja, wat ja. je echt van tinker, maar de bin ding gebeurt die jaar net ik moet het stadion, maar de gelatenheid van de laatste vijf jou weken dat ik ja. verneemde dat dat hij ik wat. Ja, dat doet mijn woord. Cambuur ja. Ja. is vuur en vlam. Ja, die, die. Ja. Ja, die supporters ben goud. Die ben, goud. Die ben kritisch, maar dat jij belauwert. En ook die supporters, hè, want het feitelijk kan het Kambur twee trainers in dienst voor komend seizoen. Ja. Maar wat nou in die allereerste wedstrijd? Je pak en bij telstar. En een B-Telstar en aan Jelle loerder zit Cambuur met 2-0 achter. Wat denk je dat er dan gebeurt? Ja. Nou roept elke niet om die namen. Het is hier in september in de fit. Ja, en dat, dat is best maar wel. een is net aan gesie... orde. Nee, ja, maar, het, maar, is wel maar wel het is wel, wel, wel hartstikke les. Ik, ik, ik snap je, Mwun, is voor, voor Sjors hartstikke les. Ja, het is heel les. Voor Henk de Jongen staat ze even, ik draai ik, 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 zit, ik zit echt onder de stoel. Ja. <laughs> ja. En maakt ja, voor de directie helemaal vervelend. Maar dat ja. is net ja. mijn insteek. Nee. Maar het is net mijn instek, want ik hoop dat het heel goed gaat. Maar kun je net net ze: van oké, Henk en Sjors, Jimkin om tafel zitten. En we komen de Savisa uit. En we zeiden ze bijvoorbeeld. Sjors door gewoon. heeft nog een contract voor een jaar als haartrainer. Door bist haartrainer. Door bist eindverantwoordelijk. En Henk, door speelt er een belangrijke rol in. Te Gerren, mij, George. Maar Sjors is eindverantwoordelijk. En door kiest ik weer een beetje wennen. Om alle stressfactoren die erbij komen te Shen. weer een beetje wennen. Om het trainersvak. En. Met uh, in de En hè media om Maar <laughs> nooit dat hier. Oh, die bent Ja, ja hier, daarom. Bist toe weer haattrainer, Henk. Die afspraak ja, ja, nooit je ja, weer. Precies. Ja. Zo dat kennen. Die. Ja, dat is dat. Dat dat, dat zo'n net verkeerde ding. Zijn, hè? Ja, maar ik ben best wel bereid om in zo'n constructie te werken. Ja, maar. Sure. Want o, ja, of, ja, we, is je hebt ook een ding door. Ik trainers vaak. Ik zou zijn de Eerdivisie, maar dan ben ik meer in de Eerste. Op een heel hoog niveau. Daar ken ik Sanet te zeggen. Dat om zoveel ding. Ik ben altijd bereid om samen te werken. Want het Geertum ding, dat is de club. En die club met Vuur en Vlam in. En dat is wat belangrijk is. De meesten. Uh, het is werk. en als je werk je er maar je 100% je bijzet en dan je maakt je krachten wijzen ja. en dan we krachten bundelen en we denken, zitten we bij de mooiste club die in, die gewoon in één knip pang. Ja. Ja, dan gebeurt er echt weer wat. Er mag wat gebeurt en dan, gebeuren. Dan gaan de sponsoren worden we gek in de kop. Ja, maar ja. wat ja. mag er dan gebeuren? Want die constructie. Ik denk dat voorstels natuurlijk. Ja, dat dit net gebeuren. Want Ulte dit net zo is. Ja, oké, okay, Henk, kom er bij. En dan hoor een Ieren. Dan wordt En waarom zou Ulte dat net wel? Ja, nee, nou, Omdat niet. hij dan al. Nou ja, zijn deervonden steken, steek. dan, want dan nee, weet dan hij dat hij een Ier doet. Oké, wacht even. Maar Ulte had nog een contract van een Ier. Dan, dan wie komt met het vaststel? Vol Ulte dat net. Nou ja, kost het tegen je je kijkt je ontslag. Nee, dat jongen, kost het woordje. Dat was een het... Nee, net had hij vrijwillig opstaan. ja, maar dat doet hij natuurlijk niet. Hij is, oh ja, hij, dan, dan hij kan, hij kan nog of. zijn contract houden, Muggen. maar let, let, ja, let niet in, duidelijk nou, zijn, nou, Dat kost al net. Ik wil net, ik woon net op Ulte in Plak. Nou zitten te solliciteren, dan word ik is trainer van Cambuur, had gewoon een contract, met alle verstand. Ik wie zie ik, ik zo nooit waar omkomen. komen. En nu zit ik in deze situatie. Let het 100% duidelijk werd voordat je verkeerde dingen naar boeten komen. Ik wil altijd samenwerken, maar ik snap Ulté volledig. Wat hmm. hij zei, ja, het hangt de, de jongen komen, Dat is, ja, dat is ik een, Misschien ik een bedreiging. Dat snap ik wel. Dat snap ik wel. En dan ging ik gewoon oren dingen doen. Um, en dan in je letters zit ik RSO's trainer worden. Of, uh, of bij Camburg of RSO's. Of in het amateurvoetbal. He, want ik wil net op een Oost-in-plak zitten. Dat ging ik net aan. Dus de. Yeah. de Nee, nee dat maar is niet goed. aan de orde. Nee, maar nee. oké, okay, maar je, uh, Arjen die schetst het scenario nog wat hut, maar het leidt voor de hoorn dat als je al fit bent en bij de directie hoor je als van ja, mijn, mijn, uh, het liefst wil ik toch weer bij Cambuur aan het werk? Dat zijn aan het einde van de rit jaren al tegen al eens in, of in januari, februari zei, nou ja, we verlengen het. Oh, ja, maar dat, weet dat ik is een hele normale situatie in dat het betaalde ik voetbal. Ja. Ik vind, uh, uh, ik had nog nooit een probleem uh, met George Hij is hem hartstikke uh, goed. Hij komt uh, bewijs, ik krijg altijd bericht van hem. Uh, ja, maar het is ja, nee, niet het gaat om Kambuur. Het gaat om Cambuur. Nee, is om Cambuur. maar ik word net op die jongens. Ah, dat dat is, een jonge, is een jonge vent die aan het begin van zijn carrière staat. en uh, daar, daar wil ik net in omreeren. Maar dat snap ik, maar dat is gewoon een hele lastige situatie ons Mijn Maar twee trainers die Cambuur in het zin heeft. dat is ja. het meer. Ja, maar dat, dat is terecht. Maar ja. ik had nooit verwacht dat ik weer beter zou worden. Nee, nee. nee. Onder andere ik kant ik wel eens een keer zijn van ik wil haar trainen wijzen om mijn 6ste. En daarna, oh. ik woon ja, ik technische saai. Je de scout van een helpen met scout. Ja, hij was zijn, maar zo, ik weet toen al net fit, jongens. En dat ik weer fit ben, ja, zo, to, ik hield zelf net ik net weer weer. Dus we wist warger en, en oh, okay. andere ja. zo, dan komt er ouderdom. Maar als je top fit bent, ik ben 38 jaar trainer, het is mooi de race. Ja. Dus ja. eigenlijk, je <laughs> een soort van dik advocaat van die seks, nee. ooit wil ik keer zijn, maar ik wil eigenlijk wel langer nog trottig nee, in als Nee, Maar wat werk je? Ja, maar als technisch adviseur of ja, technisch ja. directeur of. Ja, maar ja, wij, wij maken geen als technisch directeur. He, dat die baan leest net wat oproepen. Nee, dat klopt. He, nee. Dus ik maak gewoon een tot mijn in 68. heeft ooit ook wel eens uh, opperd van een boetel als avontuur. Zo nog wel eens uh, uh, om Ja, ik bied ik de koers nou, voor Ik hoor nog voor het naar, uh, naar ja, Japan. Nou, nou ik, ik bied de lesen. Les 2: ja. Japan dus afdraaien. Ja, naar Japan. En, Lekker man, sushi. <laughs> ja, voor, ja. die kiest er direct voor zwaar dat je een keer Japans uh, spreekt. Nee, dat is makkelijk waar, Nee, Nee, zeg. maar zo, dat ik dat sowieso net meidje kent. Uh, is net dat de, wie voor de operatie toch? Ja, wie voor de operatie. Ja, ik koet toen ik bij uh, de graafschap stond onderaan, toen koek ik naar, uh, naar, naar Bali, hoe heet het daar, Indonesië. Indonesië, ja. <laughs> vregen, vregen hè, ook ter interesse in hier. En uh, uh, wat voor club, dat zei ik net. En Novi Japan ook ter interesse hier. En nou, ik zei over Jere, ja, dat is weer een prachtige club. Um, alleen ja, ik zei ja, maar Cambuur, Cambuur net uh, goed. Daar kent een meidje. Dat is um, Nog had ik mijn contract verlengd. Dat, dat vind ik dat ken. Maar ik vind dat, dat ik net samen vlotter ken. Wat Cambuur zaten ervoor We stonden. Ja, is een we... soort verplichting naar Cambuur. Ja, we stonden toen viertjende en toen stond misschien Tolder of zo, maar ik denk nee, dat ken ik net, meidje dat dat de net netjes dat ging net de, 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 de hik net in dat net nee, in. ik net en dus hij uh, de mem leven toen nog beide hè? dus hij is no overleden uh, ja, de, en mijn bandjes, ja, die mis ik dan toch ja, maar ik naar kan, dat ken het ik ken net wat zo moeilijk is, het waar je wisten dat wist de voeken, dat wist henk, dat wist dat, dat wist Gereld. het wordt moeilijk ja dan ken ik net voor nee maar dan wordt ik nog een keer en de vraag is al een keer gesteld maar hoe sjostoe dan nou die rol het komende seizoen bij Cambuur <laughs> heel moeilijk ja <laughs> dat nou, het wel nee maar heel moeilijk om dat no te zeien oh zo? Omdat, nee net heel moeilijk ik ging net moeilijk maar het is een ik ging gewoon ik ging gewoon aan het werk ja, maar in wat voor hoedanigheid? ik ging art helpen ik ging Gerold helpen uh, maar Gerold met stadion misschien uh, ja Gerold met stadion ja art mooi maar de commerciële dingen. Ja. Ik ging uh, Etienne helpen met Ken. Etienne is een uh, uh, goede gast. Ik ga mijn voeken. We hebben wat zijn hoor, uh, mijn voeken. Waar vroeger een keer wat gehad, Maar we gaan goed samenwerken. We Het net altijd die tieners te wijzen. Want hij weet, ik denk dat altijd met me en ik neem hem. Maar dat jet in uw functies. Ja, zonder vrij Geen glans. We gaan goed werken. De gesprekken, ik verteld, de sollicitatiesprekken, heb ik echt van genoten. En we gaan heel vaak zitten. Heen we een goed gesprek. Want ik denk dat het clear ja, en dan kwamen kunstgasts, of er kwam weer even een orenclub, maar wat meer yield. En dan zijn we, dan zijn, nou, maar wat bij. En ze voegen me aan. Ja, dan koorde er niks bij. En hier met eigenlijk al voor Maar dat is gewoon ik. Ik kan meer. Ja. He, maar rijden, Maar Etienne maar ik zien jonge jongens, is nou ik goed um, ontwikkeld. He, met een technische of een, een, een scouting wordt helemaal opzet. Dat dus is het een beetje helpen. Ja, again, eten, ik in Etienne. Dat het wel zijn van, als To praat mijn spelen, dan zitten ze al hast in de auto. Ja, maar ik hou wel merken dat dat best wel moeilijker wordt. Uh, en net om hunse gesprekken die ik in, met die jongens, maar meer om de randzaken, hè? Uh, het, het field, het field. Dat ja, we, maar ah, ik zou een goede goede contact, maar er komt net een spelerbeurs. Ja, Gerry Hamster vroeg vroeger mijn jeugd, die is nog voort, maar die, die in een begin van zonder woord. Dat weer mijn jeugdtrainer bedragste boys, dus ja. de lijntjes wie een kwad, kwaad. Vroeger mijn Mark Overmars, altijd wel contact. Ja, en, en zij is met grote clubs. Ze werden nooit noorden naar Liverpool om daar te komen. Dan kan je al je contacten lezen. Ja. Kunstges weer voor Grutte Clubs en ik, Boedelands Clubs, bijna al je Ruud Boze. Dus dan valt dat lauw. En dan komt het soms met Dat jonkje wat nou bij Heer speelt, die Boedenspeler. Sarawi. Ja, als die nou op links aan is aan het begin van het en dan hier met Jil voor aan, want die komen we naar staan, maar komen we naar betalen nee. Op een heel miljoen. He. Uh, en dan is op de op kant van de water, dan weer de druk van Van de Waterwest. Ja, en hij is daar, En hij is gewoon twee goede boeten kan Nou, wie alle druk eigenlijk bij Sylvester, dat, dat wij eigenlijk skanden. Want zo'n type is Sylvester. Dat is een jongen die vrij was. maar. Nou, dan is al een hele hoge voordeling. dan wie de spits, ik beter de rest. is toch Sylvester van de Water rond voetballer, kind? Nou, dat viel best lastig omdat hij uh, geblesseerd binnenkwam. Ja. En ik hou een keer oorlog mee van hem. Uh, want je maakt hem heel kwad horen. En. en um, uh, toen zei ik door, want ik liet het het eerst de nijden maar even gebeuren, Maar door ben ik bij hem. Ik zei: goh, dat is ook nog een ruzie, chill. Ik zei: Maar dat moet er niet elke keer. We moeten dit en dat eruit trainen. Ik was niet kwaad op u. U had gelijk. Hij zei, zei: je zo verstrekt? Ik denk: no, Nou, dan ben ik benijd. Ja, maar het is net een makkelijk jongetje. Maar daar maast goed <laughs> mee. Ja, ja. En die massa achter de vorm zetten. Ja. Maar, maar dat zei uh, ze van tevoren al: hè. het is een aparte wattel. Dat zei ze toch altijd. Ja, het is een apart watteltje. Ja. Maar het is gewoon hele leuk. Ik kom op stadion van de week. <laughs> Hij kroop me aan, hele lieve He, dat is toch een unieke jongen, hè? En en maar ik wil me zeker wie de druk heel oor he? oh, is, uh, De keeper valt voort, Sonny. Ja. Eerst Schouten valt voort. Calon. Calon valt voort. wil er nog meer. We uh, hebben nog een speler. En uh, Molin is het hele seizoen ja. blessure. het west. west. Dan praat nog even hoe wat. hè? Dat, dat is echt. Ja. Dat is echt de belangrijkste jongens eigenlijk. En iedereen is voor mij altijd gelijk, hè? Want je dat dat is gelijk. Maar dat ben wel belangrijk, jongens. En om dat op te vangen, hij is gewoon met iedereen uit de duppen. Ja. Maar, maar toch heb je toch zoiets van: Ik, ik wil uh, Tien, ik wil wat helpen. Wat is er, uh, bist het al Dwanda achter de schermen maar wat, wat, wat bepaalde spelers? Nee. 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 Met jouw tips. En dan jou ook de Ruben. Ja. ja. Maar is Ruben dan het, Ruben, de tip van Dijk kriegen? Guinness achter Robert Muur <laughs> Want dat is nou het, het gonst van de gerucht neerlijke ja, ouders. En die vond dan, mag je het. Ja, een maar, weekend, ja, maar Robert gaat op dit moment net in kamer. Dit net? Nee, 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 nee. nee. Ik heb altijd contact met Robert. Robert is Robert wie een <laughs> geweldige jongen, jongens. <laughs> ja, hij is een hij... van de KKD. Kenink... Ja, maar, maar Robert, ik kan Appa de Maar Robert, wie een Appa de maar we uh, zijn een fantastische vent. En, ik ga denk ik, besmet mijn trainer worden. Maar hij heeft zijn trainersdiploma zeker, Want in het begin, en zei je ze met train. Vrijdag beginnen we weer over de volgende wedstrijd. Ik kan hem toch ook denkjes mijn troon nemen. De trainer is ja, wegwezen hoor. Ik denk wat voor jullie deed. dit. Dus ik wil mijn mannen gang. En letter jongen, we werden er zo betrokken. En, en hij regelde alles in die kleedkamer met een aantal jongens samen. En hoe de tactische dingen gang er hun denken. Ja, en ik denk dat we hem echt besmet gaan. En dat er, ik weet ook dat er iets best wel mist. En, en mij ik als persoon. Ik ja, ja. laatst niks zijn. In, in, in een stukje cijfer dat ik gewoon. Ja, hij is een geweldige vent in je, in je ploeg te hebben. Maar hij komt net of hij komt nog net? Hij, hij kent op dit moment. Nou, er is Samote interesse voor die jongen. Dus, um, ja, maar ik, voor nu de KKD dan? Of ik in de eredivisie? divisie? Nou, maar, gewoon clubs die hem had wollen. Uh, maar dan maakt Samprote Yult betellen we, dat, dat kennen wij net. Ken wij net. Nee. Hij wilde eerst in de tar zijn van hoe wordt Mirol bij FC Volendam? Uh, kom ik meer in beeld als het seizoen. Als dat net het geval is, dan zit hij hier op een varine. Hoe is dat naar een club. Maar ja, de zei het al. Hij had er een Rian Salaris. Ja. hij had nog een toren in het contract. Dus de hoogste. Ah, je je, want ja, als je op het derde plan zit bij Volendam. Je kindwerk worden, naar onderkening. Is dan worden in jouw het. Ja, maar wist wat is, Arjen? Dat is eigenlijk precies wat is. we willen bij clubs zulke hoge salarissen betellen. En dat, dat ben dan. Elitische clubs willen zijn. Maar daar kunnen wij gewoon dat je op. Ja. Nee, daar kunnen wij gewoon dat je op. En dan ook nog een keer. En dan heb je net, en jij wij ook op, 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 op 24e plak ja, ja, de steen in de, of 20e. En de naam van de graafwet zou zijn dat je, maar de begrutting van, nou, op het 5e, 6e plak in de KKD steen. Ja. ja. En, en de begrutting die we hier doen we op het 4e uh, plak in de KKD steen. Terwijl we hier de visie Ja. Ja, ja. Die salarissen, kennen wij weinig betalen. Dat kennen we heel En dan het salaris, want ik weet dat je al heel lang charmeerd bent van Jordi Bruin, dan zie je ze toch bij de graafschappen tussenuit: Jordi Bruin, dat is een goede voetballer. Is dat ik net op te brengen het salaris van Jordi Bruin van ja, de Dat vind ik, uh, Vond ik altijd een leuk spieletje. Ja. Dat is ik een, een jongen die denkt bij de club past. Maar, maar ik had daar ga ik het nog net over. Ik had nog net over spelers van mij uh, Etienne. Nee, maar mijn Ruben wel. Ja, Ruben die weet alles. <laughs> ja, Ruben weet alles. <laughs> ja, maar die jongens ben, die jongens ben uh, en Marco van der Heijden zit erbij met zijn team en Jan Bruin, uh, Etienne als, als leider. Ja, die jongens zijn goed bezig. Die ha, ja, die ha, volle kunde. Ik hoor die computer hè. En, keer, en dan keer en aan in het chien maar dat dat, dat het aan was al een spelers vervolgens hier beweegjes hè maar was ik in de leven en lijven Shen, dat Koevoeken voeken gewoon het al, maar die man was in eentje maar jan dus die gingen wel uit. En jan parttime hè seks in jan parttime dus die jongens die kon ik net meer dus dus we moeten goed voor voeken en voor jan zou opkomen want dat maakt we wordt het nooit uitbreiden ja oké okay. nou ja goed dan schrijft het maar al je klapje het mat in de directie klap. Ik hoop je dat dat nou weer wat het geval wordt nou de verhoudingen wat duidelijker worden want dat ik heb toch het idee dat het wel een beetje een moeilijke situatie weer maar eerder al niet ja Gerald die die gaat in het stadion ja en die wil eigenlijk wat minder in de in de picture ja die wordt het stadion wat goed ja dat wordt wordt het tubber zo ik dacht uh, de directie van Cambuur, die is smel, maar die doet een hoop dingen. Ja, nee, maar die mensen, die, 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 die <tie> werken het snop voor de eigen. Art de Graaf fantastisch. Ja, de Graaf, Op man. dit moment, en het is, uh, ik, ik, ik ben Geen de corona is goed voor Art de Graaf. Maar toen is hij echt, zo ik door dan een gekke uitspraak, maar Art wie echt, die deed dat goed, die kwam goed in de pers. En nah. toen werd er echt een directeur. En wat die man nou doet, die doet niks. heel die doet technisch ding bij de kenhuizen net. Nee, dat ken ik net. He? Die mensen nee, zeker Je bent altijd ja. Maar goed, uit de taart onderaan zit je. Maar ik vertrokken. Ja, mag ik, uh, ik nog wat oorsnijden? om nog eens wat oorzen Want Arjen de Boer die had dus voor de gewoonte om. Sjors Ulte CZ was er nou iets juist. Sjors, de resultaten zijn al anderhalf jaar slecht. Ulte, Maar dat mag ik net meer CZ van kan. Nee, maar in het context van wat we nou bepraten. Wol, want dat is wat Ulte eigenlijk communiceert, zei hij. Het lijkt net alleen nog om mij, jongens. Er is in de orde hier binnen wel dingen net goed gegaan. Een van de punten waarvan ik denk dat hij misschien wel best een beetje gelijk had in de herstels, dat dat ook wel wat oren dingen nog aan wie dat is het terugselecteren. selecteren. Ja. Zo'n selectie, Dan brengt ze tot grote hoogte in de KKD, corona-smieter, hoe het eten. Maar nagenoeg dezelfde selectie, wist de volg, vervolgens kampioen. Ja. En dan veroordelt er maar heel weinig in de selectie. Ja. En dan geeft de eerdivisie in, dat eindigt echt succesvol. Ja. Maar dan houdt het wel een keer op. Ja. Er is te min toch vind ik. Oh. En toen hier we ze horen, Martin. Sonny Stevens, Erik Schouten, Isaac Ja, maar dan Toen is nog net, minder nee, toch selecteren maar. Juist, ja, maar dan Want dan nee, Oké, okay, daar ben ik. Maar, eens, maar dan maar, maar, het kan naar je spelers selecteert. Jawel. Maar je oren slaren en die krijgen we. Net. Nee, maar uh, het punt is dat en dus, de scouting is net breed genoeg om die spelers ooit voor te gaan. Nee, maar dan. er is dus de, de Guilian is ging en wat roerbleut ja. Dat, is minder. Dat is minder. Dat is logisch. maar ze pakken minder. Wij, wij krijgen in orde, dat denken we. Wij krijgen in orde spelers Sam. Wij zien beter: Scouten, uh, Sonny Stevens, horen kennen. Nou, dat is dat Inez. Ja. En Inza is Fortgen en Ja, Isa dat hier natuurlijk. Maar, maar daar hier is een hele goede uh, linksboetenbewijsbrek voor Harry Martin. Daar al uh, Saroui. en, en uh, dan hier is het volk hand. Maar die jongens die kennen er zo'n meervoudje. Ja. Dus ik in, zelfs in de KKD verzekeren ze meer dan Bikam er een eerder ja, Maar goed, dan woest ik heel graag Jamie's, uh, Jamie's, uh, Jamie ja. Jacobs horen. Ja. Ja, nou ja, daar is voor. Ja, ja, ik, ik, ik onderken zijn specifieke kwaliteiten wel degelijk. Ja. het net om. Maar uh, goedemakers die het voor denk ik, ja, nummer 6, ja. Ja, ja maar. Ja, verkeer uh, je maar hij uh, is uh, bezend. Dan kan, dan kan ja, maar je... wie woon wie, wie, keep je dan? Hij ah, kon uh, naar Boeteland, toch? de op Utrecht, denk ik. Maar goed, dat Hester een keer jij vertelt dat het bot wat. Of dat eigenlijk Utrecht had we, hem de holle gek Maar, had net Utrecht had nooit, maar bot, het net concreet bij een bot. Ja, het wordt een barbier. Oh, oké. Okay. Dus, dus, uh, en Mitchelland bedoelst. Michieland, die die uh, er zelf Maar, maar Jamie Jacobs, die zo, ik, zo, weet we in een en net meer goed spelen. Dat ieder, de, de maanden daarvoor maakte Jamie Jacobs gewoon zo'n goals van meneer Zeker. He, en Z um, zeer in de, specifiek in zijn loopacties. Altijd specifiek. in de punt van de sectie meter komen. Ja. Altijd daar, werd spelers hem wisten te vinden. Prachtig wapen. Ja, eens. ja he, maar, maar wie had de tweede helft van het seizoen wel goed spelen? <laughs> nee. oh. Maar dat het niet zeer uit OLT zoiets van. Ja, jongens, maar het zog net nog naar mijn resultaten. Want die resultaten binnen volle langer. Ben is gewoon net goed bij Cambuur? Nee, dat... En spreekt hij echt die ja. Nee, maar dat, dat klopt. Maar dat klopt, ik wel wat er zei. He, dat het al oorléé en goed is. Alleen uh, Charles, die, Charles, die had ik gewoon een voorbereiding gehad op een seizoen. Had ik het nog mij moeten hebben, zei ik zo. Dat was voorbereiding. Gehad. Dat ben ik eens. He, uh, bij jouw bij... en spelers. Daar mooie plichten. Net, net op wat er west is. Nee. He, maar maar Claire, uh, dat is net persoonlijk Nimita, hè? Nee, dat is nee. Net, nee, echt helemaal Maar, niet, echt niet. Echt. maar, echt maar echt dat mag je wel constateren. hij heeft een, een vrij tot WK voetbal. Een hele mooie, fatsoenlijke voorbereiding gewoon. Het is natuurlijk wosser dat die spelers die kwamen, die Bin pas heel laat in januari kwamen, doet die playering en de eerste wedstrijd er al lang op ziet. Ja, ja, en, en, het kom net direct, het en dan komen er direct nog een paar ja. pleceert binnen. Ja, hier is hij helemaal niet. Maar wie net fit? Nee. De helft is maar hier. Ja, maar, maar dat, wat principe volgens je moest je niet bestek, die... maar ja, en uh, en ik vo... me net maar en Van het voetbal van van Cambi was ik net vleugelig. Ja, Hak ik net maar want ik ga weinig missie eh nee, eh nee, december. Maar dan zit je in voetbalmarine. Ja. Ik vind het wel opvallend jongen, want Henk Doos zei en daar wij ik vol vaker zijn. Cambi hier vol minder troes selecteren, maar eigenlijk zei het al Henk. Cambi hier vol minder troes selecteren, maar Cambi je vol meer die kern intact houden. Dat is het het geharde matten. Dat is valt ik wel voor de seizoens. Sterk hoor. Maar waar krijg je dan het waarom? En dat denkst dan, denk dan, wat komt, is altijd beter. Nou, maar dat in het za. Dan was het heel goed voor elkaar gaan. Wat ik er bij tocht Henk? de, de dynamiek in de Klaarkamer. Die is van enig belang, liep het mij. Ja. En als toch zo lang, maar diezelfde jongens, zoveel successen hast, dan slaan ze koren op hun schouders en zeggen: Waar ben je, toch dat goed? Dat, dat nee, jongens, jongen kritiek. Dat duurt hartstikke direct, ja? Stevens en en, en uh, uh, scouten, ah, Schouten eh ja. ja. eh leiders. ja. leiders. dus dat dat gewoon hartstikke goed. Maar het probleem wie natuurlijk ook dat je hier bepaalde spelers op een korrel, maar die woon ik al hier net. kon wie kon je net betalen, Seuntjes, hij je Zöntjes maar achter die Westco slagen ik net. Ja, dat in die, ja, die, ja. die, ja. ja. die, die, die ziekte gebeurt. Zeuntjes wie ben? Ja. Gebeurt er privé iets? Get in naar Maar dat is dat is een zijn is een probleem inderdaad, want die scouting die nu wel onpakt is. Ja, die wie gewoon net Goed genoeg om uh, mijn spelers te komen. Ja, maar ik zei het dat Voeken die kan met goede spelers oh. en hij uh, voek ik ik moet Alleen ja dan bruts het wel op. Jult we op een gegeven moment zijn we, maar we weten wat het kost. Want het kost je zandprote energie. Hè? Maar het ging dan oer op ja kunstgras en kunst. Uh, hè, waar hebben mij Jonkje van Sambo praat, die doet het nog wel de Bespatta. Ja. Die kan hier een klik mij. Maar die word ik net op kuis, Net op kun je. Hij ze traint met mijn knie. Dat kan ik niet. Dat kan niet. Ga je nog even naar Psv? Ah, fantastisch fancy. Ja, fantastisch ventje. Vroegen ik je altijd nou dat goeie gesprek met die jongens. Hè? En zo hebben we op een gegeven moment via zijn zaak waarnemer. De uh, jongen speelt nog bij AZ. Komt bij erbij wij. Mijn dat Ja, zou dat niet wat voor jullie zijn? Maar de komen we niet hmm. en, en, oh, maar net bij tijd. En Nou, hoe er ontwikkeld en uh, uh, Van der Belt hebben we hem achteraan. Je het nog fijn hoor. Ja, He? dus uh, ja, voegen hier het best uh, goed voor elkander. He? Alleen uh, ja, het is lastig om te krijgen. Ja. Ja. En nou, hoe nou, kun je hem er dan voor zorgen dat je hem komend seizoen wel weer een rol van betutting speelt in die KKD? Nou, dus, ik denk dat, een, ik ga je niet eens, er zijn er een aantal, maar er wordt wat routine bij. Ja. Dus een muur, zo fantastisch oh. werden. Ja. Uh, ik weet nou een boetenspeelde, die speelt ook wel samen met muren. Ja, dat is zo fantastisch. Zo... Zo... Nee, ik, ik, ik noem je naam. Nee. Het nou, is jongens... wel heel erg warm. Ik denk dat sommige jongens nou op een zijspoor ergens komen, dan maak je wat letter. Hè, en dan, dan haast de routine. En als dat draait, jou van Haast, ja. die ik met baas in de kleedkamer ben, mijn jonge gast nog eens. En dan die jonge gast, en dan zo'n zo verder de jong werd. Ja, uh, dat is, vind uh, ik een talent, voor Dat jongen. vind ik een talent. Ja. En u dat jeugdige AZ dat is ja. een beetje haar Ja, johan, en, en, en de, en de, de, de jongens schouden. die, de die weten ik wel hoe, hoe je speelt je willen en wat het publiek wil. voor. Ja, dan kan je het samen weer omdraaien. Ik denk dat kan je samen weer omdraaien. Natuurlijk ja. ja. kunnen we het samen weer omdraaien. dat is net een normale club man. Nee, het is net een, <laughs> een vraag. Nee, we kunnen gewoon weer omdraaien. We het, het is een tijd. En het dat we degraderen want dan mag er eerst komen en meer geld komen En meer mogelijkheden. En, ja, uh, maar zullen... het, maar dat weten die jongen, weten ja, dus de supporters ook okay. wel. Dus en en is ja. dus terecht dat, dat er even ja. een kritiek is. Maar die zei zeg ja, 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 ik wil logisch, dan geven we Vredejonne. Nou ja, en, en dan komen we had wel. zien ik zie Vredejonne, hart zien komen we Jonne. Ja. Maar is <laughs> er reëel in terwijl Ja. Dat is ik Cambuur. Ja. Kom op man, met ze zijn onder schouders ronden man. Want die nemen nou achtje spelers nemen uitgieren. Echt jongens, Westhoek echt uh, hele mooie periodes, mooi beleven hast. Ja, die Flin en nou ook weer uit. Wat, wat, wat doet dat mij daar? Van ja, elke dingetje nou is zijn eigen paad natuurlijk. Kies zijn eigen paad Ja, nee, dat, 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 dat viel best raar. Hè? Dat, ik ben de laatste dagen er wat west. En dan kroepen de jongens aan. En, en dan keer zo voort. Ik ga naar de wedstrijd de laatste wedstrijd. nog nou, ongelukkig. Haak nou even in de kleedkamer west. Moesten we uh, er één keer bij gelijk weer winnen? Nee, nee. <laughs> jongens, dat is ik. Uh, maak alleen ja. Charles Thee. Uh, die lip me gewoon. Henk, ga maar even naar de jongens toe. Hoor. Dus dat is gewoon in de kleedkamer die van hem is. Henk, ga maar even naar die jongens toe. He, dus dat is wel, dat is wel keurig. Ja. He, en uh, neem, ga maar heen, je afscheid nemen van die jongens. Vind ik echt keurig. He, terwijl het best moeilijk seizoen had. En dat ik best misschien gewoon bedreiging bedreiging ik ja. Maar de Nike hebben gewoon even het wapen van, van, uh, van Leeuwarden. hadden. Hij wil lekker zitten. Gewoon Henk de Jong, mij, Sjorselté, mij de staf. Uh, hij kan niks zeggen. Dat gebeurt net. Dus echt, echt keurig. Echt keurig. Dus uh, nee, ik zou alleen maar een vruchtbare samenwerking aan de einde verschijnen, al is dat zo. Nee, maar ik wil net. Ik wil net een Die we zien in een moeilijke situatie kwam. Hier misschien even net, maar een oorlier. Maar klaar is net persoonlijk naar mij En de rest dat ik mij moet gaan. Haak het mij moet gaan. Net persoonlijk niks. Dus nee, er is zo volle mogelijk komen hier. En misschien wordt net Drek promoveren. Nou, dan zie je erop, maar. Clear. Gewoon, Henk, daar zitten we vier in. Ja, ik hou veel. Ik ik viel bij die controle dokter. Dus die had me, had me op een beleg dat ik rustig bloem had. Ja, want gisteren ja. op wintersport. Want dan zoek maar in augustus. Game, want in september ben je alweer weer haattrainer. Nee, 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 nee. Ik ben net. Nee, nee. Nee, werderen ik. Werderen ik. Aarin, niet je zit me altijd te plegen. <laughs> maar nogmaals, ik gaan. Uh, LT is hoofdtrainer van Cambuur. Ja. Henk, dit wie in allereerste allereerste mediatoertening. Zo lang ja. ja. het hier. Ja. Wordt er wat zesers in de supporters? <laughs> Pak de camera. Pak de camera. Ja. iedereen in de Ja, maar die supporters, die luisterden net naar Vries. Oh, nee. <laughs> nee, oh. uh, nee, jongens. Uh, die, die kamer. Welke kamer is ja, dat? Die hebben dat lamp Goed uh, uh, zo. Even kutseizoen. Maar uh, we gaan er weer allemaal voor. Positief erin. Schouders eronder. Dit is ook Cambuur, Maar daar weten jullie. Alles van. Veel beter dan Henk de Jong. Gas geven met je Kom nou. aan. Oké, okay. uh, goed zomaar. <laughs> Henk, maak die dankzij Ik vond het fantastisch dat ze de ja, vond. Domme denk... vragen in je. En ik vond het ook mooi <laughs> ja. dat, de... dat het goed geht, maak en Dat het uh, ja. dat paard weer omheen Echt een, een knaller. Een knaller. Ja, jongens, een knallen. Een knallen. Jongens, dit je deze allerlaatste podcast van dit seizoen op 3 30 juli. Dan weer weer de web. dag.